Mijn naam is Karen Braamhorst en ik geef u heel graag een voorproefje van de reis naar Byzantijns Italië. Ik neem u mee naar Ravenna. Ik neem u mee naar het mausoleum van Galla Placidia. Galla Placidia, deze dame, u ziet haar hier, was de dochter van een Romeinse keizer. Keizer Theodosius, u ziet hem hier op een munt. Een keizer die aan het einde van de 4e eeuw heerste over het Romeinse Rijk, dat op dat moment al was onderverdeeld in een oostelijk en in een westelijk deel van het Romeinse Rijk. Theodosius die regeerde over dat enorme rijk, zijn dochter Galla Placidia, die heeft enorm veel meegekregen van de onrust die op dat moment heerste in het Romeinse Rijk. Zo waren er talloze verschillende stammen die knabbelden aan de grenzen van het Romeinse Rijk. Er was een enorme inflatie, er was politieke onrust, rumoerige tijden. Een van de stammen die knaagden aan de grenzen van het Romeinse Rijk, die slaagden erin om het gebied binnen te trekken en zelfs Rome binnen te trekken. En Rome werd geplunderd, werd verwoest door koning Alaric, koning van de Visigoten. Een troep barbaren die Rome binnenstroomt en Galla Placidia gevangen neemt. Zij wordt meegevoerd als gijzelaar en gaat te voet, aristocratische dame, gaat te voet, wordt ze meegevoerd met die troepen. Na verloop van tijd zal zij gaan trouwen met de zwager van koning Alaric. U ziet de man hier op een moderne schilderij uit de 19e eeuw, Atalf, die zelf na de dood van zijn zwager ook koning van de Visigoten zal worden. Dus kijk even naar het plaatje. We hebben hier de keizersdochter Galla Placidia, die trouwt met een barbarenkoning. Dat is een enorme stap geweest. Het huwelijk houdt een aantal jaren stand en in die jaren wordt het leven van Galla Placidia er niet rustiger op. Zij trekt mee met de troepen met haar echtgenoot op zoek naar een plaats waar ze zich kunnen vestigen. Wanneer Atalf ook overlijdt, dan zal haar broer, keizer Honorius, die zal haar terugkopen voor een paar zakken tarwe. Wat op zich een heel fijn ruilmiddel was in deze tijd, want de Visigoten leden aan een enorme hongersnood. Galla Placidia keert weer terug op het keizerlijke honk, zou je kunnen zeggen, en wordt door haar broer, keizer Honorius, gedwongen tot een huwelijk met een van zijn favoriete generaals. Een beetje een boertige man, die later ook keizer wordt, keizer Constantius. Dus hier hebben we dan de echtgenoten van keizer Constantius. Samen zullen ze twee kinderen krijgen die hier op een goudglas icoon te zien zijn. Galla Placidia in het midden, Honoria haar dochter en Valentianus haar zoon. Nou, wanneer haar echtgenoot Constantius overlijdt, dan is Valentinianus nog veel te jong om op de troon te komen. Dus zij gaat optreden als regentes. Dit is Galla Placidia, een van de meest invloedrijke vrouwen van haar tijd. Ze zal geruime tijd in Ravenna resideren, daar is het hof, een deel van het hof althans. En zij laat hier een mausoleum bouwen voor haar echtgenoot. Dus dit is bedoeld voor haar echtgenoot. Zij ligt hier zelf niet begraven. Maar het is een fantastisch bouwwerkje waar ik nu niet al te veel over ga vertellen. Want het allerbeste kun je het mausoleum van Galla Placidia ervaren door erin te stappen. Als je hier binnentreedt, dan moet je een paar trappetjes naar beneden. En dan is het net alsof je in een andere wereld terechtkomt. Een wereld die mysterieus is, die met gefilterd licht uitgelicht wordt en waarin je de prachtigste Byzantijnse mozaïeken ziet opduiken. Ik laat even kort een schemaatje zien, een doorzichtje zien van het mausoleum. Klein gebouwtje zoals u ziet, maar met fantastische Byzantijnse mozaïeken. Even als een sfeeridee, moeilijk te zien natuurlijk op zo'n filmpje, maar hier zie je dat mysterieuze licht dat door die ramen, gefilterd door plaatjes albast die in de ramen zijn gezet, hier naar binnen stroomt en ja, dit mausoleum een magische uitstraling geeft. Wat hier precies wordt uitgebeeld en hoe dat verder in de tijd te plaatsen valt, dat vertel ik u graag ter plaatse wanneer we de reis gaan maken naar Byzantijns Italië, te weten Ravenna en Venetië. Ik zie u heel graag.